Het Dutch GT wordt mede mogelijk gemaakt door HDI Gerling, dsfactoring.nl en Golden Trade Club. Nieuws uit de pitstraat van het HDI Gerling Dutch GT kampioenschap. Het circuit van Zolder nader bekeken. En natuurlijk de drie wedstrijden in het HDI Gerling Dutch GT kampioenschap op Zolder. Voor we gaan racen, eerst nog even wat nieuws uit de pitlane. Kijk even naar het team van Jan Lammers en Phil Bastiaans. De mannen met de Porsche die forse wegliggingsproblemen hadden het vorige raceweekend. Er werd hard over nagedacht hoe dat zou kunnen worden verbeterd. En er werd iets gedaan aan de banden. Phil Bastiaans legt uit. De update, we hebben alleen een andere achterband. En dat is geen ander compound of zo. Maar dat is een achterband met een rechtere wang. Waardoor we hadden heel veel last van rol in de achterkant. Omdat we achterwielaandrijving hebben en de motor achterin. Dus bij een Porsche gebeurt alles achterin. En ik moet je heel eerlijk zeggen, zo'n wereld van verschil. En geloof me op mijn ogen, zo'n wereld van verschil is het niet. En dan, ook het vorige raceweekend, was het moment van die totaal mislukte pitstop bij het team van Lammers en Bastiaans. Bastiaans zou de radio niet hebben gehoord en kwam te laat binnen voor de rijderswissel. Natuurlijk is daar heel erg veel over nagepraat, omdat in een sport waar zoveel geld om gaat, dat heel moeilijk te verkopen is aan je partners en aan je sponsors. Wat ik ook heel goed begrijp. En ik ga ervan uit dat dit seizoen en in de verdere samenwerking met het team niet meer gebeurt. Hebben jullie nog speciale maatregelen genomen, mocht dit nog een keer gebeuren, dat je een bepaald protocol voert? Ja, dat is een hele goedkope maatregel en staat daar al. Dat is gewoon een pitbord. En dat lag in de trailer. Gaan we nog even kijken naar een nieuwkomer dit jaar in het kampioenschap. Een nieuwkomer zelfs in de hele autosport, althans als het gaat om het echte racen. Thomas Arends heeft al heel veel achter de computer gezeten. Deed het zelfs zo goed dat hij een zitje verdiende dit jaar in het HDI Gerling Dutch GT Championship. Hij praat ons even bij. Ik kom natuurlijk uit de PlayStation, dus ik oefen veel digitaal. Ik rijd daar gewoon heel veel steentjes, zodat ik de baanlayout in ieder geval ken. En dan is het in mijn hoofd analyseren wat ik beter kan doen en dan in het echt proberen. Maar het verschil tussen op het scherm en in het echt, lijkt het echt heel veel op elkaar of zie je toch nog weer verschillen? Ja goed, de layout klopt goed. Je ziet altijd wel kleine verschilletjes. Maar het grootste verschil is wel dat je die broodjes die hier op de curbs liggen, die moet je niet meepakken. En dat kan, digitaal kan dat wel, dus dat was even wennen. Krijg je ook nog hulp van ervaren coureurs zoals bijvoorbeeld je teamgenoot? Ja tuurlijk, Tim helpt me eigenlijk met alles. We analyseren samen de data en zien wat er beter kan en voorlopig heb ik nog veel te leren. U heeft het al gezien, het Dutch GT Championship is op Zolder dit weekend. Meestal wordt er gereden op het circuit van Zandvoort, maar dit is dus een buitenlands uitstapje. We gaan even kijken met Kelvin Snoeks, de BMW-coureur, hoe het circuit erbij ligt en hoe hij het circuit zo snel mogelijk weet af te leggen. Ik ga jullie een rondje meenemen over circuit Zolder. Dit was dus mijn kwalificatierondje. We beginnen bij bocht 1. Ik kom in de vierde versnelling aan, ga terug naar de derde versnelling. Al vrij vroeg op het gas. Veel curb mee pakken en goed de auto naar buiten laten rollen. Dan gaan we naar bocht 2. Dat is ook een vrij lastige bocht. Want voor je gevoel rem je al snel iets te vroeg daar. Je moet de auto veel rol geven. Dus hard erin laten gaan. Die pakken we ook in de derde versnelling, vroeg op het gas, naar de Bianchi toe. Bianchi is de snelste bocht van het circuit. Die pakken we in de vierde versnelling. Belangrijk is niet te veel remmen daar. Goed de binnenkant van de curb mee pakken en goed naar buiten laten gaan. Dan gaan we naar de eerste kamer van het circuit. Dat is toch een harde remzone. Probeer niet te veel curb mee te pakken aan de binnen- en buitenkant. Want anders komt de auto uit onbalans en dan is je exit gewoon weg. Dus belangrijk dat je een goede exit daarop, want je gaat de heuvel op. Dan gaan we naar de vijfde bocht van het circuit. Dat is de tweede chicane. Belangrijk dat je daar niet te laat remt. Kom daarin ook in de derde versnelling aan. Pak de eerste chicane veel curb mee, tweede chicane ook veel curb. Om zo recht mogelijk uit te komen. Want daarna heb je weer zo erg belangrijk om een goede exit te hebben. Dan de ziekenhuisbocht, bocht nummer 7. Ook een van de hardste remzones van het circuit. Ga je terug naar een tweede versnelling. Gooi hem hard de bocht in. Vroeg weer op het gas, snel overschakelen naar 3. Want anders zit hij in de limiter en dat kost je dan 4, 5 kilometer op het einde van het rechte end. Gaan we naar de laatste bocht, dat is bocht 7, 8. Ook belangrijk, harde remzone, derde versnelling. Niet te hard erin willen gaan, want anders heb je geen goede exit. Belangrijk dat je goed lift van de eerste chicane naar de tweede chicane. En dan, dit was het rondje.
De grid voor de allereerste van drie wedstrijden hier op Zolder. Met Ricardo van der Ende op pole position, de regerend kampioen. Daarnaast Max Braams met de Camaro die bij iedere wedstrijd altijd zo heel snel was vertrokken bij de start. Jan Lammers met de Porsche vertrekt als derde. En we zien hier bij de start gelijk een bliksemstart van Ricardo van der Ende. Die is heel goed weg. Daarachter Lammers. Daarachter Max Braams. Die moet oppassen, want aan de binnenkant komt de concurrentie al opzetten. Maar Braams weet zijn derde plek te handhaven. Helemaal achteraan. Daar zien we de auto van Tim Coronel en Thomas Arends. Ricardo van der Ende is dan al snel aan beeld. Die heeft een hele goede openingsronde. De Coureuse probeert terrein goed te maken. Valt Mike Barton aan. De zwarte Lotus en de witgroenige BMW. Die daar even aan de verkeerde kant van de curbstone kwam. Daarmee verlies je uiteraard wat snelheid en daar maakt de Euse gebruik van. Daar de Camaro van Max Braams die veel te wijd gaat en kan dan Sander van Es profiteren. Dat kan niet. Want hij zit hier aan de goede kant. Als we aan het einde van de ronde komen rechtdoor is hij in van de pitstraat. Maar uiteraard van Es gaat linksaf en hier weer rechts. Dan draait hij het rechte stuk op. En heeft hij met dank aan het foutje van Braams weer een plaatsje gewonnen. Jan Lammers op de tweede plek, ver achter Ricardo van der Ende. Terwijl achter in beeld de Lotus van Cor Euser wel heel langzaam over het circuit rijdt. Die zijn weer ingestapt bij Euser. Zet zijn auto stil bij een Marshall post. En later zal blijken dat de Lotus versnellingsbakproblemen heeft. En die auto zal de rest van het weekend niet meer in actie komen. Cor Euser trouwens zal in het weekend ook een race rijden voor de Dutch Supercar Challenge. En daar zeer zwaar crashen. Moest daarvoor naar het ziekenhuis, heeft een zware rugblessure. En de ervaren Euser zien we normaal gesproken dit jaar niet meer terug. We wensen hem uiteraard veel sterkte. Daar weer de auto van Mike Barton. Dus deze keer Paul Vaastal die hem op de hielen zit. En hier rijden we mee met Barton, teamgenoot van Marcel Noren. Daar links, daar komt Paul Vaastal. Barton voorbij zitten, maar dan, we zagen die auto van Vaastal over de curbstone stuiteren en Barton kon er weer langs. Het gebeurde allemaal een heel eind achter Ricardo van der Ende, want hij was echt oppermachtig deze wedstrijd. Bijna 9 seconden voorsprong op Jan Lammers. Die tweede wordt dan Ferdinand Kool, Sander van Es, Max Braams. Ondanks problemen met de versnellingspook en met de remmen, Calvin Snoeks, Mike Barton en Paul Vaastal als achtste. En een blije winnaar, Ricardo van der Ende. Dit is hem dan. De eerste overwinning van 2012. Nou, ik moet je zeggen, ik ben zo blij. Ja, net als een klein kind, echt waar. Vorig jaar winnen we 2 kampioenschappen. Dit jaar zit het gewoon volledig niet mee. Nu, nieuw circuit. Vol over de curbs heen rammen. Maar ja, we zijn wel snel. Dus ja, helemaal top. Ik ben heel erg blij mee. Dan de startgrid voor de tweede wedstrijd. Startgrid die behoorlijk is uitgedund, want we missen een aantal auto's. In ieder geval, we zien Jan Lammers op pole position. Daarnaast is het Nick Katsburg. Henry Zumbrink die als derde gaat starten. Rechts in beeld, Bastiaans. Links de auto van Katsburg. Terwijl Matthijs Harkema er op het tweede plan een beetje wel heel dicht richting Bertus Sanders opschuift. Sanders moet oppassen, anders had hij bijna de muur ingegleden. Ingeduwd, kan ik beter zeggen. Jan-Joris Verheul die daar in het gedrang komt en een aantal plaatsen verliest. Harkema dan op de vierde positie en achter Verheul zien we de 2 Nissans. Aan het einde van de ronde zie je dat Phil Bastiaans heel ver weg is en dat Nicky Katsburg kijkt bij de auto van Henry Zumbrink om er langs te komen. Gaat het hier aan de buitenkant proberen, dat lukt niet. Harkema daarachter, hier zien we dat Bastiaans heeft al een groot gat geslagen. En Katsburg die opnieuw de aanval opent tegen Henry Zumbrink. Maar de Corvette is snel, heeft een sterke motor. En Zumbrink weet Katsburg voor te blijven. Daarachter zien we Matthijs Harkema. 4 auto's die we misten trouwens bij de start vergeleken met de vorige wedstrijd. Zoals bekend, de Lotus Evora van Cor Euser is er niet meer bij. Kapotte versnellingsbak. Maar ook de beide Camaro's zijn er niet meer bij met versnellingsbakproblemen. En ook de BMW M3 van Marcel Noren is niet meer present. Wel dus nog de 2 Nissans. Auto die we toch iedere race steeds sterker zien worden. Al laat de betrouwbaarheid wat te wensen, maar dat geldt voor meer auto's in het GT Championship, het Dutch GT Championship. Porsche van Bastiaans is al lang uit beeld, met name die bochten waar, die krappe bochten waar het uitaccelereren belangrijk is. Daar won Bastiaans heel veel tijd. In deze fase van de wedstrijd zien we ook Tim Coronel terugvallen met de Nissan. Rijdt hier vlak voor Bernard van Oranje met de Oranje BMW. En dat Coronel hier rijdt is toch wel opvallend, want Bertus Sanders, zijn teamgenoot, is veel beter onderweg.
Dus rijst het vermoeden dat Coronel niet voor het eerst dit jaar technische problemen heeft. Vooral Oranje gaat er hier zelfs langs. Coronel moet zich gewonnen geven. Achterop het circuit. Links is de paddock. En hier is al het aanremmen voor de eerste chicane. En we zien van Oranje gelijk weglopen bij Coronel. Die de laatste paar rondes echt flink achteruit aan het vallen is, terug aan het vallen is. Hier de aanval van Oranje. Wordt hem ook niet moeilijk gemaakt door die problemen die Coronel toch lijkt te hebben. Gaat er dan links of rechts langs? Nee, gaat er rechts langs zoals we juist dat zagen inderdaad. Door de Bianchi-bocht. Rechts hebben we dan de paddock en rechts vooruit, daar lag de eerste chicane. En hier ligt de pitlane en hier zien we Tim Coronel binnenkomen. Er wordt gekeken naar de motor. Hij loopt niet helemaal regelmatig. Ja, we denken dat we een cilindertje missen. En af en toe had ik dat al. Ik denk, ben ik me nou aan het verbazen of aan het inbeelden? En het zag gewoon mensen dichterbij komen. Ik vond het wel leuk, want Bernard die kwam dichterbij. Ik denk, nou gaan we daar een beetje de strijd mee aan. En je doet je best en je voelt wel dat er iets is. En ineens rijdt hij me zo voorbij. Ik denk, ja, nu is er echt iets aan de hand. Laat ik nu maar echt even naar binnen gaan. Ik had het ze wel al gemeld. Maar je probeert natuurlijk altijd om door te gaan. Volgens mij missen we een cilinder. Ja, dat is ongeveer 18%, hè, volgens mij. Slecht nieuws hoor, die uitval van Tim Coronel. Niet alleen voor hem, maar voor Nissan. Maar trouwens eerlijk gezegd ook voor de wedstrijden als geheel. Want met het uitvallen van de Nissan van Coronel en Thomas Arendt hebben we nog een auto minder op de grid voor de hoofdrace. Phil Bastiaans, die zal het woord wezen. Reed 24 races op zolder, won er 16 en zijn 25e die wint hij ook. Hij is echt de zolderspecialist. Tweede plek voor Henry Zumbrink. En dat is knap, want die auto reed met veel succesgewicht. Nick Katsburg wordt dan derde voor Matthijs Harkema, Jan-Joris Verheul, Bertus Zanders, Bernard van Oranje en Tim Coronel toch nog als 8e geclasseerd. Na afloop even praten met Phil Bastiaans, de lokale held. Ik wil absoluut niet zeggen, ik heb gewonnen, ik heb punten, maar ik sta hier inderdaad niet voldaan. Punt 1, de grote winnaar is Henry. Want je komt hier naartoe en je weet dat die corvettes vol zitten met lood. Dus je denkt, je kunt inlopen. Maar ja, helaas staan er dan 4 auto's niet op de grid. Dus ja, dan wordt het makkelijk. En ik denk dat dat helaas op het einde van het seizoen weekenden zijn zoals deze. Dat je het misschien net niet haalt. Mijn team heeft goed gewerkt. Ik had de snelste auto. En ik ben heel blij met HTC Porsche Groep Zuid. Wie ook tevreden was, was de man rechts in beeld. Henry Zumbrink, ondanks alle succesgewicht in zijn auto, komt hij met zijn Corvette toch als tweede aan de finish. Ik ben blij dat ik op het podium sta. We hebben echt heel veel straf gehad dit weekend, omdat we vorige keer best wel snel waren. Of dat terecht is, dat weet ik niet. Maar ik ben wel heel blij dat we nu toch twee zijn geworden. En veel is op dit circuit sowieso niet bij te houden. En dan hebben ze nu ook nog eens een keer een hele goede Porsche. Dus dat, maar goed, het is toch podium. Straks kijken we naar de Gentleman Cup binnen het HDI Gerling Dutch GT Kampioenschap. En natuurlijk de lange wedstrijd op het circuit van Zolder. Tot zo! Het Dutch GT wordt mede mogelijk gemaakt door HDI Gerling, DSFactoring.nl en Golden Trade Club. Welkom terug bij RTLVP. Welkom terug bij het HDI Gerling Dutch GT Kampioenschap. Straks kijken we natuurlijk naar de derde wedstrijd op het circuit van Zolder. Waar ook gestreden gaat worden in de Gentleman's Cup. De Gentleman's Cup is de vervanger van de Legend Cup van de afgelopen jaren. Pieter Christiaan van Oranje legt uit het verschil tussen die twee. Nou, de Legend Cup was een beetje, je bent ouder dan een bepaalde leeftijd. En dan word je ingedeeld in een bepaalde klasse. En daar deden ze ook wat amateurs bij. Dus dan rij je tegen Cor Euser en Jan Lammers. Niet helemaal eerlijk. Dit jaar doen ze het wel anders. Ze zeggen je bent een pro op basis van je resultaten behaald over het verleden. Dat moet je invullen. Dan krijg je een gold, silver en een bronze driver. Of iemand die totaal geen die voor de eerste keer rijdt, zoals Thomas Arendt. Die rijdt eigenlijk in geen één cup mee. Die rijdt niet met de professionals, nee, en niet met de gentlemen's.
Ze hebben gekozen om de gentleman drivers de bronze drivers te laten zijn. Dus eigenlijk hoe beter je rijdt, dan word je silver driver. En dan doe je al mee met het professional kampioenschap. Want zilver en gold rijdt voor het nationaal kampioenschap. Ronald Morin en Luc Braams vormen een koppel in de Gentleman's Cup. En de vraag is dan natuurlijk, is dat leuk? Nou, voor mensen, jonge mensen zoals ik is het natuurlijk wel leuk. Als je naar het deelnemersveld kijkt, waar wat weinig auto's zijn. Maar de hele top van Nederland. Wordt het voor mij natuurlijk moeilijk om te denken dat ik ooit een keer het podium kom. En dan is dat gentleman's gebeuren is een leuk alternatief. Vind jij de indeling zoals die dit jaar is met brons, zilver en goud, vind je die beter dan dat die eerder was? Ja, want als je vorig jaar zag, toen reden we tegen Lammers en Cor Heuze. Ja, dat is onbegonnen werk natuurlijk. Dus dit is leuker. Twee amateurs op een auto, maar de vraag is het niet veel leuker om een professional met een amateur te laten rijden? Dat is eigenlijk de volgende stap van de Gentleman's Cup, is een totaal pro-am. Maar wat je dan krijgt, is dat je met een pro en een amateur op een auto rijdt. Kijk, nu is het nog zo, Bernd en ik rijden allebei voor de Gentleman's Cup. Maar in een hoofdrace strijden wij met onze auto tegen bijvoorbeeld iemand die met een pro rijdt. Een gentleman met een pro. En dat is best moeilijk om als twee amateurs erbij te houden. Dus wij moeten elke keer heel zuiver rijden, heel hard trappen. En een echte pro-am gaat dat heel anders. Dan krijg je een amateurkampioenschap, een pro-kampioenschap en een gezamenlijke race waarin je samen rijdt. En dat geeft ook de echte strijd. Het is tijd voor de hoofdrace op het circuit van Zolder. Wedstrijd van 50 minuten met in het midden ongeveer een verplichte rijderswissel. Nick Katsburg start namens het team van Katsburg en Van der Ende. We zagen Van der Ende naast de auto staan. We zien hier Henry Zumbrink in de auto. Hij deelt zijn auto met Ferdinand Kool. En die donkere grijze wolken die zeggen genoeg. Rechts vooraan is de auto van Phil Bastiaans en Jan Lammers. Met Bastiaans die het bal mag openen. En die weer een goede start heeft. Nou, let op die Nissan ook. Beste klassering van Nissan tot nu toe, de vierde plek. Nou, dan ligt het ze vandaag wat verder naar voren zien opschuiven nog. Dat is natuurlijk wel het voordeel van een wat kleiner veld. Voor de Nissans betekent dat het podium wat dichterbij komt. Phil Bastiaans heeft natuurlijk wat goed te maken na die mislukte vorige wedstrijd. Met dat gedoe met die banden, met die mislukte pitstop. En de punten terug gaan pakken samen uiteraard met Jan Lammers. Daar de auto van Jan-Joris Verheul en Kelvin Snoeks. De auto van Matthijs Harkema en Paul Vaastal. En de auto van de twee prinsen op de laatste positie. Momenteel Bernd van Oranje en prins Pieter Christiaan van Oranje. Het wordt er maar donkerder en donkerder. De lampen gaan aan, de ruitenwissers gaan aan. Kortom, het is de Hollandse zomer die we ook in België zien. Slecht nat weer dus op het circuit van Zolder. Met name de BMW lijkt daaronder te lijden, want die valt toch behoorlijk ver terug. Als we het even hebben over buitenlandse wedstrijden trouwens. We zijn nu dus op Zolder bij deze race. Er stond een wedstrijd gepland op de Slovakia Ring. Maar die wedstrijd die gaat niet door. Er is voor gekozen in overleg met de teams om die wedstrijd te skippen. Vanaf de wedstrijdkalender af te halen. Alhoewel hij wordt vervangen door een race op ons eigen Zandvoort, zeg maar. Tijdens het Dutch Powerpack Festival op 11 en 12 augustus. De teams doen dus niet de lange en dure reis naar de Slovakia Ring. Nee, ze kunnen gewoon op Zandvoort gaan rijden half augustus. Uiteraard is er ook nog de wedstrijd tijdens de RTLGP Masters of Formula 3. Rijderswissel dan voor Phil Bastiaans en Jan Lammers. Bastiaans reed aan de leiding en het is weer geen goede pitstop. Op het moment dat Bastiaans de pitlane inrijdt, merkt hij dat de snelheidsbegrenzer niet goed staat. Is daar te druk mee bezig. Heeft dan de gordels nog niet helemaal los op het moment dat hij stilstaat. En dat kost dus nog wat tijd bij de rijderswissel. Meestal maken de coureurs de gordels al los of een beetje los voordat ze echt stilstaan om die rijderswissel heel snel te kunnen laten verlopen. Dat kon Bastiaans hier dus niet doen vanwege die snelheidsbegrenzer. Dat kostte dus weer wat tijd. Daar moeten ze wel wat aan gaan doen bij dat GT3.nl team om die rijderswissels wat soepeler te laten verlopen. Team van Bastiaans en Lammers is door die wissel de leiding kwijtgeraakt. Rijden achter Kool en Zumbrink. Meer precies te zijn, het is Jan Lammers nu achter Ferdinand Kool. Lammers leek er daar al langs te kunnen bij het aanremmen. Maar hij kiest nog even voor de veiligheid om nog even op safe te gaan. En dus hebben we Ferdinand Kool hier aan de leiding voor Jan Lammers. Daarachter zien we dan Ricardo van der Ende aankomen. De zon begint zowaar een beetje te schijnen. Lammers die weer even kijkt aan de binnenkant van Kool, maar meer dan kijken is het niet. Maar het heeft er toch alle schijn van dat de Porsche sneller is momenteel dan de Corvette.
Maar de auto die misschien wel de snelste van het stel is, dat is die oranje BMW van Ricardo van der Ende. Die heeft het gat met Bastiaans en met Kool snel weten dicht te rijden. Hier zien we de Nissan van Sander van Nes en Bertus Sanders. De enige overgebleven Nissan. En daar de aanval van Ricardo van der Ende op Jan Lammers. Klassieke zolder-uitremactie. Als hij tenminste hier weer weet te verdedigen, dat lukt hem. En dat doet Ricardo van der Ende erg, erg goed. Neemt genoeg snelheid mee om Lammers hier voor te blijven. Zit nu ook aan de goede kant van de bocht. En dat is een goede, sterke actie van Ricardo van der Ende. Die meteen doorgaat op weg naar Ferdinand Kool. Van der Ende dus die geen goede openingsfase, geen goede eerste helft van het seizoen had. Maar nu lijkt de tempo er weer helemaal te zijn in de Ecris BMW. En als Van der Ende achter het stuur zit, dan is de concurrentie sowieso al gewaarschuwd. Aremme is een chicane. Dat is nog geen probleem voor Kool. Wel vol over de curve zoals heen daar. Maar Kool nog steeds aan de leiding. Maar zal het oranje gevaar te steeds groter zien worden in zijn spiegels. Ferdinand Kool, die kar van der Ende. Allebei mannen met formulewagen ervaring. Net als natuurlijk Jan Lammers op de derde plek. En net als de man op de vierde plek, Sandor van S. Hier rijden we mee met Lammers. Ook hij vol over de curb, zoals hij voor ons in beeld. Daar zien we hoe Ricardo van der Ende langs Ferdinand Kool gaat. En Lammers gaat ook langs Kool. En dan zou je zeggen, heeft Kool een probleem? Ja, dat heeft hij. Kool heeft een kapotte koppeling. En daarmee valt hij terug. En ja, moet hij het gevecht staken met zowel van der Ende als met Jan Lammers. En hier wat zure gezicht van Ferdinand Kool. Heel begrijpelijk. De koppeling heeft het begeven. En dat zijn er toch wel heel veel auto's uit het Nederlandse GT-kampioenschap die bij de Belgische ronde technische problemen kennen. Dat is ook nog een probleem, want deze wedstrijd wordt verreden een week voor de RTLGP Masters. Dan komen deze auto's weer in actie. Dus veel monteurs moeten flink sleutelen om hun auto's tijdens de Masters weer op een goede manier voorbereid te hebben. Deze auto heeft eigenlijk helemaal geen problemen zo te zien. Ricardo van der Ende gaat aan de leiding. Hele sterke stint gereden. En komt hier ook als winnaar over de finish. Tweede plek voor Jan Lammers. Ondanks die wat mislukte stop. Mede dankzij de problemen van Ferdinand Kool. Maar ook Lammers en Bastiaans zullen tevreden zijn. Bertus Sanders, Sander van Nes. Ook die zullen blij zijn. De allereerste podiumplaats voor de Nissan 370Z. Dan Snoeks Verheul van Oranje. En Matthijs Harkema en Paul Vaastal. En hier Ricardo van der Ende op weg naar zijn teamgenoot Nick Katsburg. Het was voor ons dit weekend erop of de ronde. Ja, ik denk in de race, ik probeer de jongens voor me te volgen. En ik weet, ja, Ricardo die maakt het wel af. En dat is gebeurd, dus ja, super, super tevreden met dit weekend, echt waar. Nog meer feestvreugde bij Nissan voor het eerste podium voor Bertus Sanders en Sander van Nes. Ik ben nog nooit zo blij geweest met een derde plek. We hebben zoveel tegenslagen gehad afgelopen raceweekenden. En elke keer merk je, je komt kleine stapjes dichterbij, maar het komt er nog niet uit op de baan. En als je dan nu dat podium pakt, eindelijk, na echt heel hard werken, dat is echt een opsteken voor het hele team. En ja, echt super, super blij. Goed weekend dus voor de mannen van Nissan, maar het is veel Bastiaans die nu aan de leiding gaat van het kampioenschap. 1 puntje voorsprong op Henry Sundbrink, maar u ziet het aan de puntenaantallen. Het is daar nog lang niet gedaan. Wat ruimere voorsprong voor Paul Vaastal bij de Gentleman's Cup. Tot zover Circuit van Zolder. De volgende wedstrijden van het HDI Gerling Dutch GT Kampioenschap zijn weer op het Circuitpark Zandvoort tijdens de RTLGP Masters of Formula 3. Voor precieze uitzendtijden over die wedstrijden en natuurlijk al het autosportnieuws, kijkt u op www.rtlgp.nl. Voor nu, bedankt voor het kijken. Dag. Het Dutch GT wordt mede mogelijk gemaakt door HDI Gerling. DSFactoring.nl en Golden Trade Club.